EK Garde en Showdansen is vrijdag van start gegaan in de Maaspoort in Den Bosch. De organisatie is in handen van dansclub Beat Yes uit Bergen. Nou, het garde dansen is eigenlijk van het oorspronkelijke dansmarieken. Alleen op een gegeven moment zijn daar wedstrijden van gekomen en hebben ze ook het dansmarieken van het carnaval hebben ze gemoderniseerd. Dus de pruik en de hoed die zijn afgegaan en de jurken zijn wat mooier geworden en wat sportiever. En nu hebben we dus eigenlijk een competitie met als einde de Europese kampioenschappen. In totaal doen zo'n 1200 dansers en danseressen mee uit Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. De verschillen tussen die landen zijn niet zo groot. Op één ding na. Nee, valt eigenlijk best wel mee. De Duitsers zijn, ik denk, wat meer op de prestatie gericht, schat ik dat wel. Ja, ja. Die willen winnen. Ja, die willen heel graag winnen. Ja. Om zoveel mogelijk kans te maken op die overwinning is een goede voorbereiding natuurlijk vereist. Eerst opwarmen en dan gewoon mijn dans voornemen. En weet je wat mij nou opviel toen ik hier binnenkwam? Dat al die meiden zoveel make-up op hebben. Waarom is dat? Weet ik niet. Gewoon. In de Maaspoort mochten de junioren vrijdag het spits afbijten. Zaterdag dansen de deelnemers uit de jeugdklasse en zondag is de hoofdklasse aan de beurt. Iedereen is dit weekend nog welkom. Het wordt wat slechte weer, dus dat is voor ons wel heel gunstig. Dus wij hopen dat wij heel veel enthousiaste toeschouwers krijgen om hier naar onze hele mooie garde en showdansport te komen kijken. Ja, want het lijkt een beetje inderdaad een besloten wereld. Je zit hierin als je kinderen eraan meedoen, maar komen er ook nou mensen van buitenaf op af? Nou, dat is inderdaad wel een punt. Dat is heel moeilijk om ze inderdaad te interesseren. Het is wel heel vaak als ze inderdaad via het horen en een keer zijn komen kijken, dat ze zeggen van god, had ik eigenlijk niet verwacht dat het zo inspannend is. Het is echt een topprestatie die ze moeten leveren in 2 minuten. En die waarderen het wel heel erg. Dus dat vinden wij altijd wel heel fijn om dan te horen. De kruising van de Kanaalstraat en 329 Veluwe Meer is sinds deze week gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. De kruising moet worden aangesloten op de nieuwe rijbaan die is aangelegd op de N329 tussen de Singel 4045 en de Merwedestraat aan de oostzijde. De verwachting is dat de aansluiting rond vrijdag 8 juni klaar is. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer op de N329 van en naar bedrijventerrein De Geer bij de kruising Merwedestraat via de nieuwe weg die aansluit op Vollenhovenmeer. De omleiding geldt ook voor verkeer vanuit Os en bedrijventerrein Elsenburg. Fietsers kunnen wel oversteken bij de kruising Kanaalstraat. De gestolen ossenkop is terecht. Afgelopen weekend werd het kunstwerk gestolen uit de tuin van Thomas Molkenboer. Hij was hierover erg ontdaan. Hoewel de zaak voor de politie geen prioriteit had, is de kop nu toch teruggevonden. Molkenboer kon vrijdag bevestigen dat het ook echt zijn ossenkop was, doordat alle koppen waren genummerd. De rechtmatige eigenaar is dolblij met de terugkeer van het kunstwerk. Dit beeld zal zondag waarschijnlijk niet op veel plekken in Os te zien zijn. De vlag met daarop de beeldenis van Pim Fortuyn. Deze bewoonster van de Kortvoortstraat in Os is nog wel fanatiek. Maar de meeste Nederlanders lijken niet meer stil te staan bij de sterfdag van de politicus. Komende zondag is het exact 10 jaar geleden dat Fortuyn werd neergeschoten op het Mediapark in Hilversum. Wat deed u op 6 mei 2002, iets na 6 uur 's avonds? Dat is lang geleden. 6 mei 2002. Ik zou het niet weten, echt niet. Was toen echt een belangrijke gebeurtenis? 2002. Ja, net zo goed vragen wat ik gisteren deed, daar moet ik ook nog over nadenken. Nee, dat weet je toch niet? Nou, ik zou het niet weten. 6 mei. Geen idee. Dat was toen een belangrijke gebeurtenis. Het zou best kunnen, maar mijn geheugen is net een 7, dus ik weet het echt niet. Er werd destijds een politicus vermoord. Oh, die. 6 mei 2002. Komende zondag is precies 10 jaar geleden. Het is niet Pim Fortuyn. Wel? Toevallig heb ik het op televisie gezien, ja. Dat klopt. De sterfdag van Fortuyn leeft dus niet bepaald in Os. Al weten mensen nog wel wie hij was en sommigen met wat hulp weten ook nog wel wat ze toen deden. Werken. Ja, thuiswerk. 2002. Ja, daar was ik op mijn werk, ja.
En weet u nog hoe u daarop reageerde? Was u daarvan geschrokken? Ja, ik vond het wel erg, ja. Ja, iemand vermoorden is altijd erg. 10 jaar geleden komen de zondag al. Zo wat? Gaan meer mensen dood? Die herdenken we ook niet, dus ik ga hem ook niet herdenken. Als je het niet had gevraagd, had ik nog echt geen moment bij stilgestaan. Nee, doet u helemaal niks, merk ik? Nee, het is een vreemde. Ik ken hem niet. Andere mensen die ik niet ken, daar sta ik ook niet bij stil. Dat doet me ook niks. Ik denk dat zoiets je alleen maar wat doet als je er zelf echt bij betrokken bent. Hoe was u daar destijds onder? Emotioneel? Boos? Ik was het werk. Dus ik kwam naar thuis en zet nieuws aan en ik hoorde dat. En wat dacht u toen? Ja, ik vond het wel heftig. Het beeld die ik zag op televisie. Ja. Destijds, hoe keek je tegen hem aan? Nou, ik had hem graag zien komen. Ja, dat wel iets voor het land had kunnen betekenen, denk ik. Voor mensen waren emotioneel in die tijd. Was u dat ook? Ja, ik vond de man met uitstraling jammer dat ze iemand vermoord wordt. U komende zondag dus geen vlag buiten hangen, niet naar een plek toe waar Pim Fortuyn wordt herdacht. Een vlag uithangen, ben je er blij om dan? Nee, maar er zijn echt officiële Pim Fortuyn vlaggen, die gaan mensen buiten hangen om hem te herdenken. Nee, ik hang de Nederlandse vlag 2 keer per jaar uit en dat vind ik eigenlijk wel voldoende. Dat is met Koninginnedag en met... Morgen, met Bevrijdingsdag. En als Nederland het EK voetbal wint? Nee, ik hou niet van voetbal. Meer over Pim Fortuyn komende zondag in Focus. Dan praten politici Jan Ras en Joop van Orsau over zijn betekenis voor de lokale politiek. Zo deed de lijst Pim Fortuyn in 2002 mee aan de Osse gemeenteraadsverkiezingen.